Dit ven op het Kloosterveld, onderdeel van het Dwingeldeveld, is besmet met watercrassula. Ecologen voeren onderzoek uit naar de verspreiding van deze gevreesde waterplant. Een hek moet wandelaars, honden en schapen tegenhouden, zodat ze de plant niet onbedoeld meenemen en hij verder gaat woekeren. In dit ven, in dit waterlichaam, is een invasief exoot waargenomen. Dat is watercrassula, een plantje van origine uit Australië. Nou, die plant kan zich heel snel verspreiden en heel snel waterlichamen dichtgroeien. Nou, ja, waardoor eigenlijk alle planten die in het water groeien, maar ook dieren, vogels, daar niks meer te zoeken hebben. En het is eigenlijk gewoon grasland wordt. Het Kloosterveld is een jong natuurgebied met de Keimannetjes wandelroute. Hoe is deze invasieve exoot, ook wel woekeraar, die hier van oorsprong niet voorkomt, terechtgekomen? Hij is in Nederland terechtgekomen via de aquariumhandel. En ook bij verkoop van vijverspecialisten. Voor planten voor in de vijver. Nou, op een gegeven moment zijn mensen die vijver zat, of ze gaan verhuizen, of het wordt te veel. Nou, dan hebben ze planten over. Die willen ze graag vaak niet in de kliko gooien. Vinden ze zonde. Nou, mooie sloot achter het huis. En dan verdwijnt zo'n exoot wel eens in de sloot. En dat vormt een groot risico voor water in natuurgebieden. Hier zie je hem staan. Waterkrassula is een plant met een vetachtig uiterlijk. Vetplantachtig uiterlijk. In principe hebben we dat in Nederland helemaal niet zo heel veel. En hij heeft kleine puntjes aan de bladeren. En de blaadjes staan iedere keer 2 om 2. Nou, en wat hij dus heel goed kan, is als een echte invasie alle planten overgroeien totdat die uiteindelijk de enige nog maar is. Nou, hier zien we dus dat waterkrassula echt een mat vormt. Waar eigenlijk helemaal niks anders meer tussen kan leven en leeft. Het gaat om een beginnende besmetting. In andere wateren vlakbij is geen waterkrassula aangetroffen. Maar voor dit ven is het desastreus. Er zijn methodes om volledig van de plant af te komen, maar die zijn helaas wel heel drastisch. Dat betekent bijvoorbeeld dat het waterlichaam wat we hier zien, wat eigenlijk in de rest nog best mooi ontwikkeld is, en je hoort de kikker zo kwaken, volledig gedempt moet worden om er volledig van af te komen. Nou, zeg je super zonde, want ja, waarom? Het is nu nog niet zo'n groot probleem. We weten van waterkrassula dat het wel een groot probleem gaat worden. En we hebben hier nog, nou, toch wel zo'n 40, 50 andere wateren omheen liggen waar die soort niet in zit. En als hij daar vanuit deze locatie wel in komt, dan betekent dat we niet één locatie moeten aanpakken, maar dat we al die locaties moeten aanpakken. Natuurmonumenten wacht het onderzoeksrapport en het advies van de onderzoekers nog af. Naar aanleiding daarvan wordt er actie ondernomen.